Ja, goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom hier onder een prachtig zonnetje. We hebben voor de bewoners van de Donk nu de herven die onderweg waren. We hebben hier net een buitje gehad, maar we hebben de KBO-koor laten zingen en de bui is overgetrokken, de zon ging schijnen. Van harte welkom hier bij de officiële gelegenheid. Ja, ter start van de bouw, de Donk. Je kunt zien, er is al een beetje werk verricht. Dat heeft u ook kunnen zien, hier naast mij staan mijn lieftallige assistente, mevrouw van Rosmalen Verhagen. En ze voegde me nog even toe, dat is een echte Dungense naam en daarmee bedoelde ze natuurlijk de naam Verhagen. Waarom staat zij hier? Zij is de bewoonster die al het langst in Vivent de Donk woont. Binnenkort wordt dat 15 jaar. In maart. Misschien kunt u er iets meer over zeggen. 15 jaar, hoe kijkt u terug op die 15 jaar? Hoe ik terugkijk? Nou, het is me heel veel meegevallen. Ik heb er geen klagen van. Het is allemaal heel goed. Oké, het is allemaal heel goed, ja. Iemand zei ooit wel eens tegen mij, ik heb er geen klagen van. Iemand zei tegen mij, de mensen in de Dungen die klappen met hun handen in hun zakken. Dus dan begrijpt u ook dat als ze zeggen, ik heb er geen klagen van, dat ze eigenlijk bedoeld te zeggen, ik ben ontzettend tevreden. Te verdrijven. Dit is een lode koker. En hier zijn voorwerpen ingestopt. Eigenlijk bij de oplevering van die oude Donk. Die iets zeiden over de geschiedenis van die bouw. Hoe die tot stand is gekomen, ongetwijfeld. Die lode koker die zat in het gebouw. Die is er bij de sloop uitgekomen. Je kunt ook zien dat er nog van deel cement aan zit. Om de koker open te maken. Ja, ik zet hem op de gelater. Ik ga hem niet overhandigen, want hij is echt loodzwaar. En dan mag u de voorwerpen eruit halen. En dan kunt u wellicht ook iets zeggen over wat het is, want uw deskundige ook kan dat wellicht ook beoordelen. Mogen wij ook iets zien, meneer? Nou, hij is open. Hier zit er niemand. Nou, wat denkt u dat het is? Even goed kijken. De oorkonde van de Donk. Ja? Het is inderdaad de oorkonde uit 1969. Destijds was er een feestweek aan de gang in verband met het 400-jarig bestaan van de Dungen. Dan, wat zijn dit? Dat is de Rijksdaalder. De Rijksdaalder? Ja, dat was vroeger de Rijksdaalder. Ja, dat is nog steeds een Rijksdaalder alleen. We hebben net een koker leeggehaald en nu gaan we de koker vullen. Te vullen. Ja. Dit mag u erin stoppen. Wat ziet u hier? Hey. Welk huis? De Donk. Hier, de Donk. De Donk. U heeft een foto van de Donk. Die gaat u erin stoppen? Bouwen lucht op. Ja? Ik hou u vast. Zo, voor de eeuwigheid bewaard. De volgende die er iets in mag stoppen. Daar ga ik iemand van het bestuur van de Blauwe Schoor vragen. Ik ben een USB-stick, alleen ik vraag me wel af, als we straks ooit het gebouw gaan slopen, over 50, 60 jaar, dat we nog überhaupt een USB-stick kunnen lezen. Want ik denk dat we dan veel andere apparatuur hebben. En dat we allemaal een chip in ons hebben, waarbij we altijd onze gegevens bij ons dragen. Maar in ieder geval een USB-stick en de tekeningen en een artist impression. Van het gebouw. Nou, alles staat ook op papier en die papieren die stoppen we er gewoon bij, Carol. Dan hebben we de zekerheid dat we het terugvinden. We gaan hem nu dichtmaken. En dan gaan we heel gauw, want u staat hier ook nog te worden. Ja, ik toon niet eerder dat we er aan het. We krijgen de zegen van boven, zegt mevrouw Verhagen. We hebben er echt een ras op gemist als we dat zeggen. Ja, niks aan de hand. Volgens mij regent het. Zo meteen nog tussen de meulen, de kerende meulen te zingen. Wij gaan, de genodigden gaan naar de Blauwe Stork en gaan daar nog een kopje koffie drinken met iets lekkers erbij. Ik dank u hartelijk voor uw bezoek hier.
En in de blauwe schommel zijn ook de dingen te zien die we zojuist uit de lode koker hebben gehaald. Ik bedank u voor het doorzettingsvermogen. Tot ziens.